Dit is onze collectie van Catan. Catan is natuurlijk een van de bekendste bordspellen die ooit zijn uitgekomen. En daardoor is hier ook voldoende aanwezig in onze eigen privé spelletjescollectie. Want dat gaan we doen in deze serie. We gaan kijken naar wat we in onze privécollectie hebben. En daardoor kun je ook een klein beetje kijken wat allemaal beschikbaar is aan de verschillende series. We hebben bijvoorbeeld al gekeken naar Ticket Ride wat er allemaal was. En nu gaan we kijken wat allemaal beschikbaar is van Catan. Nou, er zijn heel veel verschillende soorten dingen uitgekomen van Catan. En we hebben ook absoluut niet alles wat door de jaren heen is uitgekomen. Dus er is veel meer beschikbaar. Er zijn veel meer uitbreidingen, veel meer basisspellen. Maar goed, nu heb je toch een klein beetje een idee wat er zou kunnen zijn. En de eerste is iets wat eigenlijk niet echt meer gemaakt wordt. En dat is namelijk een scenario voor Katan. Namelijk de vissers. Heb je dus niet zoveel aan. Dus die skippen we gelijk. Gaan we door naar iets wat veel leuker en interessanter is. En dat is namelijk het kaartspel voor twee spelers. Wij hebben hier een hele oude editie. Er, is er ondertussen zijn er heel veel nieuwe edities uitgekomen. Maar dat kaartspel bestaat nog steeds voor twee spelers. En deze vonden wij verrassend leuk. En zoals ik al zei, hebben we dus een hele oude editie. Er staat dan aangegeven dat het speelgoed van dit jaar was in 1999. Dus zo oud is dit kaartspel voor twee spelers al. Maar er is dus ook een hele nieuwe editie uitgekomen. Uh, wat je vindt in dit kaartspel zijn heel veel kaarten. En het is een twee spelerspel. Dus je gaat tegenover elkaar zitten. En tussen jullie in komt eigenlijk een reeks liggen van verschillende kaarten. Waar allemaal dingen op de achterkant zijn weergegeven. Voor de rest ga je je eigen. Koninkrijk, als het ware, bouwen. En een leuk element is dat de kaarten staan voor de verschillende grondstoffen die je ook kunt kennen uit de standaard katan. En dat die kaarten ook kunnen bijhouden hoeveel van die grondstoffen je hebt. Dus door hem te draaien kun je uiteindelijk hem zo neerleggen dat je bijvoorbeeld in dit geval drie schapen hebt. En je kunt natuurlijk net als ook in de standaard katan andere verschillende gebouwen bouwen door de grondstoffen uit te geven en terug te draaien die aangegeven staan op de achterkant van de verschillende gebouwen die je kan bouwen. Dus het is eigenlijk een heel compleet en groot kaartspel. Wat toch snel speelt en het is ook eigenlijk de makkelijkste manier om dan met twee spelers te spelen. Dus daardoor is hij nog steeds in onze collectie. En uh, nou ja, het is even geleden, maar hebben we hem zeker vaak gespeeld. Het kaartspel voor twee spelers. De volgende op de stapel is wel een bijzonder spel. Dat is namelijk Catan Breinbrekers. Dus dit is een heel ander spel dan nog andere spellen zijn in deze serie. Uh, dit is namelijk een solo puzzelspel waarbij je gaat proberen de opdrachten te voltooien die op de kaarten staan weergegeven. Ik had het in de ticket Ride video had ik het ook over de Logic-Quest-serie. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat dit is. Maar dit kun je dus in de wereld van Katan. En als je de doos openmaakt, dan krijg je echt een heel. Plastic mooi iets wat volgens mij zo opengemaakt moet worden. Ik ben benieuwd wat ik erin aantref. Want het is een tijdje geleden dat we het gespeeld hebben. Maar nou, je hebt hier dus ook gelijk het speelbord aan de binnenkant van de deksel. En je hebt hier allemaal verschillende stukken, eigenlijk waarmee je een soort puzzel gaat maken. En daarnaast moet je rekening houden met de opdrachten die weergegeven staan. Op de doelkaarten die je kunt halen. Zit er zitten volgens mij in mijn hoofd zo'n 40 doelkaarten in. Er staat een kort stukje tekst aangegeven, een beginsituatie en een oplossing op de achterkant aangegeven. Hoe je kunt bereiken wat er nodig is om de doelstelling te halen. En dit is dus puur alleen voor één speler. Dus het is heel anders. Het is alleen een beetje in de wereld van katan. Omdat ze gebruik maken van de verschillende grondstoffen en ondergronden die je kunt kennen uit het grote katan. Maar weet dus dat dit iets heel anders is. En dat dit alleen leuk is als je houdt van een solo-puzzel. Want het is complex. Compleet anders dan alle andere spellen in de serie. De volgende op de stapel is het originele basisspel. En wij hebben nog de houten editie. Sommigen van jullie zullen licht jaloers zijn op het feit dat wij de houten editie hebben. Want ondertussen zijn alle speelstukken van plastic gemaakt. En daardoor kun je nog best wat krijgen als je een oude editie hebt. En die verkoopt op bijvoorbeeld Marktplaats. Goed, dit is dus het basisspel. Klein nadeel vind ik altijd aan katan dat het pas vanaf drie spelers kan. Je hebt een bepaalde uitbreidingen waardoor je een scenario te kunnen voeren waardoor het wel met twee spelers kan. Wat mij betreft wel de beste manier om katan met twee spelers te spelen. Bijvoorbeeld de duel variant van het kaartspel die ik net liet zien. Dus dat is het enige nadeel vanaf drie spelers. Laten we gaan kijken wat er in deze doos zit. Dit kan niet nog mooi geordend zijn, want hij staat al een hele tijd in de kast. En om heel eerlijk te zijn, spelen we het niet heel vaak even kijken het regelboek zit erin en in de nieuwe editie ziet het er allemaal heel anders uit uh, bakjes met de verschillende kaarten en ja de bekende houten speelstukken dus je kunt hier je hebt hier de steden die je kan bouwen je hebt hier de huisjes mochten mensen nog nooit katan gespeeld hebben. Je hebt dus een speelbord dat opgebouwd is aan dit soort tegels. Om de rand ligt water heen. Sommige uitbreidingen maken daar gebruik van. En in het basisspel heb je ook sommige elementen die in het water liggen. Maar het belangrijkste is het speelbord dat opgebouwd is uit deze tegels. En op die tegels komen nummers te liggen. Dat zijn deze tokentjes. En op het moment dat er door de dobbelstenen bepaalde waarden gegooid wordt, dan krijg je grondstof op het moment dat je een huisje of een stad hebt, grenzend aan zo'n ondergrond met Zo'n nummer erop. Dus op die manier kom je aan grondstoffen. En met die grondstoffen nou ja, ga je dus de huizen bouwen. De steden ga je bouwen. Je kunt ook wegen bouwen. En een belangrijke manier om nog punten te krijgen, is bijvoorbeeld dit soort doelen halen. Degene met de langste handelsroute krijgt nog twee overwinningspunten. En dan even te kijken naar de bouwkosten. Dus voor een straat moet je een hout en een steen afleggen. Voor een dorp een hout, een steen, een graan en een wol. En op die manier worden de kosten steeds wat hoger. Uh, nou, het is dus een klassieke, dus waarschijnlijk kennen jullie hem al. Maar dit is de oude editie van Catan. Gaan we snel door met de stapel, want hier staan een aantal bijzondere spellen in de wereld van Catan op. Want te beginnen zijn er heel veel op zichzelf staande vervolgen uitgekomen van Catan. Zo heb je bijvoorbeeld, dit is een wat nieuwere variant, de opkomst van de Inca's. Dat is eigenlijk het, het gevoel van Catan wat je hebt, maar dan in een nieuw jasje. En er zijn er vroeger ook meerdere grotere scenario's uitgekomen. Zo heb je bijvoorbeeld ook nog uh, de val van Rome is een scenario voor Catan... En natuurlijk heel veel uitbreidingen, zoals bijvoorbeeld de kooplieden en barbaren. Laten we eens kijken wat daarin zit. Beginnen met de opkomst van de Inca's. als je die doos openmaakt, dan zie je dat je daar ja, de bekende tegels hebt en de bekende kaartjes. Zoals hier heb je allemaal voordelen die je kunt krijgen. Verschillende grondstoffen die je kunt hebben. En er zitten miniaturen in deze doos, die het net allemaal wat mooier maken. We hebben dit niet heel veel gespeeld, moet ik zeggen. Dus Daarom zit het een beetje door elkaar, en dit keer is de rand van het bord niet het water, maar onder andere het oerwoud. Nou ja, een andere variant is een wat oudere, en dat is dus de val van Rome. Dit is een historisch scenario, en die worden niet meer gemaakt, moet ik zeggen, maar misschien kun je ze op marktplaats nog wel krijgen. Nou, om je een klein idee te geven. Dit is hoe het speelbord eruit ziet. Dus je kent inderdaad de bekende tegels van Catan... maar het heeft nu een vaste opstelling... zodat het weergegeven status was Europa van vroeger. En voor de rest heb je wat meer van dit soort riskachtige poppetjes... en kun je bepaalde missiekaarten afronden... Ik vond het altijd een leuke variant van Catan moet ik zeggen. Dus deze hebben we zelfs nog meer gespeeld dan het basisspel. En op het moment dat je het basisspel uit wil breiden, kun je dus gaan voor de uitbreidingen. Maar we hebben zelf een hele oude editie in onze collectie zitten, namelijk de Kooplieden en Barbaren uitbreiding. Maar ondertussen zijn er iets van drie, vier grote uitbreidingen. En een van die uitbreidingen zorgt dus onder andere voor dat je het makkelijker met twee spelers kan spelen. Maar ik heb van horen zeggen dat met de uitbreiding Catan nog een stuk beter wordt dan met alleen het basisspel. En dat laatste wat wij van Catan in onze collectie hebben, dat is deze hele grote doos. Namelijk de 3D-versie van Catan. Die kwam een aantal jaar geleden uit. En volgens mij is die wel eens eerder uitgekomen. En nadeel hiervan is dat je alleen het basisspel hebt. Dus je kunt niet een uitbreiding mee combineren. Ja, als je heel veel moeite doet, dan kan dat wel. Maar het ziet er niet mooi uit. Het voordeel is dus wel dat Catan mooier is dan ooit. Je moet wel een kleine rip uit je leven betalen om deze doos te kunnen betalen. Maar goed, als je een echte fan bent dik aanraden. Eens even zien, behoorlijke deksel, grote doos en voornamelijk heel groot spelmateriaal. Als je dit plastic stuk eraf haalt, dan zie je waarom het een behoorlijke aankoop is. Dat komt namelijk omdat alle tegels dus helemaal prachtig in 3D zijn weergegeven. Dus vooral bij die berg is dat echt enorm en zoals je kunt begrijpen krijg je dan echt een fantastisch speelbord aan allemaal 3D elementen. Je hebt zelfs het water wat hier aan de zijkant zit, dat is ook helemaal mooi met relief erop weergegeven. Dus ja, ondanks dat het prijzer is, is dit wel echt de mooiste versie van Catan die je wat mij betreft kan hebben. Je hebt ook allemaal van dit soort kleine huisjes en marketjes aan de zijkant die je hier kunt zetten. En de elementen per speler die natuurlijk ook gewoon een stuk mooier uit, die hebben al een wasje eroverheen waardoor ze een mooi effect krijgen. Dus ja, dit is de, het nadeel hieraan is dat je dus moeilijk hem kunt combineren met een uitbreiding. Dit soort dingen leg je nog op de tegels neer voor de dobbelresultaten. Maar goed, als je alleen het basisspel heel veel speelt, dan is deze 3D versie wel echt een aanrader. Goed, dat is alles wat wij hebben van Cratan. Echt aanrader zijn, nou ja, als je houdt van klassiekers, het basisspel. Maar vergeet ook zeker niet de uitbreidingen die ze nog een stuk gevarieerder maken. Als je het met twee spelers wil spelen, moet je zeker de duelversie hebben. Omdat je die gewoon heel snel op tafel gooit, een stuk korter is. Maar toch wel de diepgang heeft ook van het basisspel. En voor de echt grote fans kun je kijken naar de 3D-versie. Hou er rekening mee dat je het dus niet kunt combineren met uitbreidingen. Maar het is wel gewoon iets wat prachtig op de tafel staat. Nou, zoals je ziet hebben wij lang niet alles gehad van Katan. Dus mocht je nog voordelen hebben of denken van je moet echt deze uitbreiding of deze versie hebben, laat het zeker even weten in de opmerkingen. Want dan kunnen we ook onze collectie nog wat completer maken. Bedankt voor het kijken van deze video. En heel graag tot de volgende. Vond je dit nou een leuke video? Word dan lid van de DC Club via petje af. Ja, dan support je ons niet alleen. Maar je krijgt zelf ook een heleboel voordelen. Zoals extra korting, nieuwe aanbiedingen. De Telegram groep die geen moment stilstaat. Kerstkaartjes, clubdagen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Zeker, zie je daar.